Nou, ik hoop dat jullie mij weer kunnen vinden. Ik ga even mezelf weer opzoeken. Nou, ik heb mezelf gevonden. Nou, wat vervelend. Nou, ik zie dat de eerste alweer komen. Het zou heel leuk zijn als de rest mij ook weer vindt. Maar ja, ik werd er gewoon uitgegooid. Lag niet in mijn verbinding. En ik had pas nog gezegd van gelukkig is het in 2023 mij nog niet gebeurd. Maar ja, blijkbaar. Hè? Ja, daar ben ik weer. Hallo, hallo. Ah, we zijn er weer met 30. Nou, ik hoop dat de andere mensen zo ook weer komen. Anne, nee, het kwam zeker niet door jullie commentaren, joh. Nee, ik weet niet waar dat dan mee te maken heeft. Geen idee. Dan is de... Ja, dat heb ik jullie wel eens vaker verteld. Dan is gewoon de Facebook die sluit zichzelf dan helemaal af. Dus je kunt ook eigenlijk helemaal... Ja, je kunt letterlijk niks doen als alleen maar opnieuw weer terugkomen. Want ik kreeg eigenlijk nog een melding van weer hervatten. Dus dat probeerde ik. Maar dan zegt hij dat kan niet, want hij is al beëindigd. Maar jullie weten gelukkig, als dat gebeurt, dan komen we altijd terug. Nou moet ik me wel zeggen dat het eigenlijk altijd in de avond gebeurt. Als het gebeurt. Nou, leuk als jullie mij weer gevonden hebben. Ja, inderdaad Marion. Jij zegt het ook al. Misschien dat het er wel mee te maken heeft. Dat het dan drukker is. Zou kunnen. Nou, die lijm die trekt zo wel wat meer. Ik heb nou andere lijm gebruikt. Dus die vind ik met de Venom iets minder mooi. En even kijken of ik het kan oplossen. Ja, dan doe ik straks wel eventjes die andere lijm overheen. Dat komt goed. Nou, mochten jullie nog iemand missen, dan laat even weten dat ik gewoon weer terug ben. Het is altijd heel vervelend. Want dan, ja, je bent zo machteloos, hè? Je zou graag... Ik ga daar nog even over nadenken. Daar ben ik nog niet helemaal happy mee. Je wil dan zo graag dat niet gebeurt. Maar ja, heb je helaas gewoon echt geen invloed op. Even kijken. Ik wilde daar een mooie bloem. En dan had ik hier... Haha, kijk, hier ligt die. Want hier hebben we natuurlijk die peren. Die zijn best wel geel. Dus... Dan vind ik het wel leuk om dat aan deze kant ook een beetje terug te laten komen. Maar nee, die is veel te groot. Dus die gaan we bewaren. Nou, ik ga gewoon ietsjes langer door hoor. Want nu hadden we even een onderbreking. Kun je er niet taggen, Joyce? Als jullie... mensen zien die net aan het, of weten die net aan het kijken waren. Ik ga ze proberen. Nee, ik kan nu niemand zelf taggen in de live. Maar dat kunnen jullie natuurlijk eventueel wel proberen. Even kijken. Ik wil die kleine bloemetjes even hier uithalen. Maar, volgens mij was jij dat, Joyce. Zij, oh, die hortensia. Weet je nog welke hortensia dat was die jij zo mooi vond? Want dan moeten we die er natuurlijk eigenlijk wel even bij gaan pakken. Nou, voor het geval dat ik er dadelijk nog een keer uitgegooid word. Ik hoop het niet. Weet dat ik er niks aan kan doen. En dat ik dan gewoon terugkom. Ja, het zou wat zijn.
Ik heb gewoon veel te hard geroepen dat me dat hier nu nog niet was overkomen. Dit jaar. Oh, dit is echt gezellig. In het boekje. Oké. Gaan we zo even kijken. Nou, hier zit toch dat hele kleine mini vlindertje. Die gaan we ook even knippen. Is wel een lekker priegeltje. En hebben jullie een leuke dag gehad? Of zijn jullie heel druk geweest vandaag? En is het nu even lekker ontspanning? Zijn jullie zelf aan het knutselen? Ook altijd leuk om te weten. Het is wel heel leuk als je elke keer gewoon dezelfde namen ziet in de lijst. Dan mogen jullie best weten dat ik daar echt heel gelukkig van word. Van jullie enthousiasme. Oh ja, en toen ik net voordat ik wegviel, toen zei ik van, zijn dit nou druiven of zijn dit lesjes of hoe noemen we die? Wie heeft er een idee? Want ik vind die echt vanaf het begin af aan, dat deze lijn uitkwam, al zo ontzettend leuk. Deze is echt heel erg prikkelend om te knippen. Nou. Dat bloemetje gaan we vast opplakken, maar daar ga ik straks nog wel een ander bloemetje bij doen. Om hier. Maar daar ga ik nog even over nadenken welke. Dan gaan we eerst even naar het... Even kijken, hier nog. Want ik kan hier mooi die ene bloem. En... met deze. Vind ik daar wel leuk bij. Olijven. Ja, dat kan ook natuurlijk. Wat een goed idee. Even kijken, Mirjam heeft gewerkt. Morgen ga ik samen met mijn vriend een nachtje weg. Oh, heerlijk. Ga je naar een stad? Of wat staat er voor leuks op de planning? Marion is naar de fysio geweest. Oh ja, je bent naar de kringloop geweest. Is het gelukt? Oh, helemaal leuk. Nou, ik ben... echt heel benieuwd wat voor moois je ermee gaat maken. Ja, dat is bij de kringloop. Hè. Je moet er dan ook eigenlijk maar net tegenaan lopen. Maar dan kun je zo leuke dingen vinden. En ik kijk dan vaak naar boeken... wat ik vorige week al zei, met echt vooral veel foto's erin. Oh, bij mij was hij niet onderbroken. Leuk dat je goed bent geslaagd. Nou, ik ga de olijven even afknippen. God, dat ik daar niet eerder op ben gekomen. Houden jullie van olijven? Waar we het allemaal wel niet over hebben tijdens een live, hè? Zo. Nou, en zo kun je natuurlijk je boekje helemaal op jouw manier... De vraag is of ik deze nou helemaal moet uitknippen nu. Maar ik denk dat ik er bijna ben. En dan ga ik zo eens even kijken of
de stempel die ik in mijn hoofd heb, of die bij mij in de buurt ligt. Want daar zit onder andere deze in. En deze heeft van die hele leuke dunne takjes. En ik zit er natuurlijk nou iets minder goed voor. Dus ik zie het mij zo gebeuren dat ik eigenlijk zo'n takje door midden knip. Dat willen we niet. Zo. Even kijken naar jullie reacties hoor. Oh, ik loop bij mijzelf gewoon door. Zo. Nou, ik ga deze strakjes nog heel even wat verder uitknippen. Maar ik denk dat ik die dan dadelijk daar neer ga zetten. Oh, naar Lelystad. Wat leuk. Oh, hopelijk zit het weer een beetje mee. Even kijken. Wat zeg jij? Oh jee, ik kan jouw reactie niet helemaal zien. Is het een fietsenwinkel? Oh joh. Oh, dat is helemaal spannend. Oh, wat zou het heerlijk zijn als dat lukt. En je dan weer kan fietsen. Nou, ik zie dat heel veel al zeggen. We gaan duimen, maar dat gaan we zeker. Dat zou echt heel fijn zijn. En hoe ben je zeg maar erachter gekomen dat daar die winkel zit? Er bestaan wel veel aangepaste zadels inderdaad. Ik ben zelf actief voor een patiëntenorganisatie. En dan voornamelijk voor mensen die te maken hebben of hebben gehad met darmproblematiek. Dus er zijn ook veel mensen die geopereerd zijn en op die manier moeilijk nog op een zadel kunnen zitten en dergelijke. Dus daar is vaak al meegedacht inderdaad in aangepaste zadels. Dus nou, mocht je daar nog iets extra's over willen weten, heb ik eventueel nog wel wat mensen die daar ook een hele zoektocht in hebben gedaan. Even spieken hoor, want ik ben heel eventjes in mijn bakje aan het kijken of ik die stempelset die ik in mijn hoofd heb, of ik die kan zo 1, 2, 3 bij de hand heb. Dan horen jullie even gerommel. Want die had ik klaar in Gunnecht, maar ik ben er een beetje bang voor. Ik weet niet of die er nu nog ligt. Dat ik die weer had opgeruimd. Maar dan kunnen we altijd die van de inductie nog gebruiken. Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Kijk, dat is deze. Die is bij mij nu een beetje bruin van kleur. Maar dat komt door de bruine inkt waarmee ik gestempeld heb. Zo, en ik dacht, in de Inner Peace collectie zat een beetje van dat bedeau roodbruinige rub-on. Daar kunnen we eventueel ook nog iets uit gebruiken. Oh, ja, naar reizen en weekendje weg is altijd leuk. Er zit trouwens in landbouwpark hè, in de buurt. Daar zijn wij wel eens op vakantie geweest. Echt heel leuk. Kijk, of die. Maar ik ben dus helemaal fan van deze twee stempels voornamelijk. Ja, die ook trouwens. Maar deze vooral. En ik zit even te kijken. Want dat zou qua grootte ook nog wel kunnen. Zullen we het gewoon proberen, jongens? Maar dan wil ik wel weer mijn bruine inkt. Even kijken. Dan heb ik of hier deze. Maar ik heb van de Versafine ook een mooi kleurtje. En dat is die.
Alleen die is wel ietsjes ja, natte qua inkt. De olijfbestje stempel, inderdaad. Nee, is niet te zien, hè, dat ik daar helemaal fan van ben. Ah joh, helemaal niet te zien. Kijk, maar dan is het aan jullie de vraag. Welke kleur inkt gebruik ik heel vaak? Dat is ook nooit te raden, hè, Marianne? Oh ja, dat lijkt me ook leuk, Carla. Dat zou ik echt heel leuk vinden. En dat idee, hè, om met een groep een keer een vakantiehuisje te huren en dan gewoon lekker te gaan vreubelen. Het hele weekend niemand die zegt van, ben je er nou nog niet zat? Nee, gewoon lekker mee aan de gang gaan. En dan inderdaad lekker shoppen met z'n allen. Ai, ai, ik was hier al een beetje bang voor. Nou, die ga ik straks wel eventjes nog wat extra doen. Wat ik namelijk ga doen is de stempel erop leggen en dan hem hier opdrukken, zeg maar. Of een boekje er even uit halen, dan komt het ook goed. Maar het is wel leuk zo bij elkaar, denk ik. Even kijken. Dan hadden we op diezelfde stempelset deze zitten. En die is ook wel leuk om die in deel te stempelen. Die wordt een beetje groot. Vlindertje gaan we doen. Ja, Joyce, ben je verder niet van het shoppen buiten hobbyspullen? Oh, dat is ook wel grappig om te horen. Nou, ik moet zeggen dat ik daar de laatste tijd eigenlijk ook niet zoveel mee doe. Ik vond het altijd heerlijk, maar ik ben sinds corona heel erg duizelig. Ah, dat gebeurt hier ook. En in die winkels, dan is het druk. En dan is mijn plezier er een beetje vanaf. Oh, kijk, hij is alweer goed. Ik had even tegendruk gegeven met mijn hand. Eerst het boekje laat ik even zo. Ga ik verder nog even over nadenken. Ik moet hem wel weer goed dicht doen, hè? Anders dan. Hé. Hey. Sluit je niet, wil ik zeggen. Haha, dat is het. Zo. En ik had gisteren tegen jullie al gezegd: van wat ook leuk is, is om hier nog een stukje randmal aan te doen. Dat ga ik waarschijnlijk ook doen. Ik heb natuurlijk nog heel veel van die stukjes cardstock die we weg hadden gesneden. Ga ik uit hetzelfde papier, ga ik dus een van die randmallen, we hebben natuurlijk heel veel leuke, er nog onderaan vastmaken. En dan ga ik daarna hem bewerken met designpapier. Even kijken, dan hebben we deze. Joyce vindt winkelen verschrikkelijk. Oh, grappig. Bijt hij misschien wel? Ja. Jullie hebben wel leuke ideeën, inderdaad. Zouden jullie dat kunnen? Een heel weekend lang, de hele tijd aan de vreubel? Of zijn jullie het dan op een gegeven moment zat? Ik kan dat echt heel lang, denk ik. Alhoewel ik soms wel heb dat ik denk, weet ik het niet helemaal. Of dan begin ik te twijfelen of iets leuk is bijvoorbeeld. Dan wil ik iets wel eens aan de kant leggen. En dan gewoon later weer mee verder gaan. Dat vind ik dan ook wel fijn. Deze komt hier. Dat vind ik leuk. Alhoewel ik hem hier ook leuk vind. Ja, dat vind ik ook leuk. Nee, toch niet. En zo. Even een bloem. Dan pakken we die blauwe bloem.
Nou, dan zal ik in ieder geval vast even in het kort zeggen dat ik er morgen ook ben, maar niet hier. Om 10:30. En dat evenement ga ik dadelijk nog aanmaken. Want ik was nog een beetje in dubio wat ik wilde gaan doen. Maar ik ben eruit. Ook weer zoiets. Alles is leuk. Nee, ik wilde eerst met de jelly plate. Maar dat wordt zaterdag al gedaan. Dus toen moest ik even van planning veranderen. Zo. Moet je werken, Joyce? Het toch. Kun je me toch niet in de steek laten? Nou, je kunt altijd terugkijken. Is wel makkelijk, hè? Twee Joyce'en. Hier in de groep. Maar er kijkt er nu maar eentje, hè? Dus dan weet je wel dat ik het tegen jou heb. Even kijken. En zo. Ik vind namelijk die stempels van bij dit poststukje, vind ik zo leuk. Dus die wil ik graag bewaren. Dus die doen we in het hoekje. En zo. Vinden jullie het een beetje gezellig en leuk worden? Gaat het wat worden, denken jullie? Ik wil hier nog een extra bloemetje bij. Ga even kijken of in... Oh, mijn boekje ligt al uit elkaar. Of er nog een wat kleiner bloemetje is. Die zou kunnen, maar ik vind die denk ik niet helemaal passend. Nee, Yvonne die zegt, mijn man krijg je geen winkel in. Oh, Joyce is om 5:00 op. Oi, oi, oi. Nou, dan is jouw poppie nog... Poppie, ja poppie. Jouw puppy nog eerder wakker dan... Bedoelde je deze, Joyce? Is wel leuk, maar die staat hier niet bij. Maar die kunnen we wel ergens anders verwerken. Nee, er is niet de bloem... In dit boekje zit niet een bloem die ik hier mooi bij vind passen. We moeten het niet doen om het... Maar op te vullen, hè? Dan moeten we gewoon even wat langer erover nadenken. Die wordt het. Nou, deze die ga ik nog even uitknippen en plakken. En dan ga ik daarna, denk ik, afsluiten. Nou, jullie zullen begrijpen dat ik die nog niet meteen vanavond helemaal klaar krijg. Maar ik beloof dat ik even een filmpje maak als ik hem helemaal heb gevuld. Yvette zegt, weet je wat het is? Een plant. Oh, maar 5:00 opstaan, poe. Ik kan dat niet. Jawel, als het zou moeten zou ik het kunnen. Maar... Het is niet mijn hobby. Nou, wat ik ook leuk vind is om misschien nog een paar bloemenstempels te kleuren. En dan hier op te verwerken.
Zo. Kijk, en dan ga ik hier strakjes een tekst doen. Dat vind ik wel leuk, maar dan ga ik even over nadenken welke dat wordt. Nou, dan gaan we hier nog een keertje de stempel doen. Waar heb ik mijn stempel zitten gelaten? Want die andere is denk ik wel een beetje groot. Zou wel kunnen. Nee, is niet leuk. Nee. Nee, Rianne, nee. Gewoon bij je eerste ingeving blijven. Nou, deze die kan ik gewoon op de tafel leggen. Dus dat is wel makkelijker met stempelen. Kan ik iets beter de druk uitoefenen. Kijk, het is net alsof hij erin zit. Ah, wat lief Marion, dankjewel. Ah, dankjewel Petronella. Ja, sorry dat hij af en toe... een beetje blijft hangen. Dat ligt denk ik echt helaas aan Facebook. Dus zoals volgens mij was Marion die dat zei, of Yvette, dat het inderdaad in de avond dan waarschijnlijk wat drukker is. Nou, we zijn al een heel eind. Hij wordt steeds dikker. Dus bladzijde 1, die ga ik natuurlijk nog even beter stempelen. En dan ons boekje. En zo zie je, je hoeft hem niet helemaal overal helemaal vol te plakken. Maar het wordt wel meteen gewoon helemaal aangekleed. Dus dat is wel echt heel erg leuk. En op die manier kun je er natuurlijk weer heel veel in kwijt. Je zou er ook nog een pocket in kunnen maken. Door bijvoorbeeld hier een envelopje in te maken. Of door aan één kant het open te laten als jij je designpapier plakt. Dus maar bijvoorbeeld aan... drie kanten lijm te doen, die open te laten, kun je er daar weer iets van een tag in stoppen. Ideeën genoeg. Dus, dat is het voor nu wel zo'n beetje. Ik ga hem zo snel mogelijk helemaal verder afpimpen. En dan beloof ik jullie dat ik een filmpje maak hoe die geworden is. Ik zou het super leuk vinden als je ermee aan de slag gaat. Of je dan een foto wilt plaatsen. En laat het me dan even weten. Want ik vind het natuurlijk heel leuk om jullie creaties voorbij te zien komen. Daarnaast is er zondag natuurlijk weer een nieuwe Mindful Crafter of the Week. Dus ik zou zeggen, plaats lekker. Dan ga ik weer kijken wie we deze week weer in het zonnetje gaan zetten. Dus heel leuk dat jullie mooie creaties willen showen. Ik wens jullie een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken. En nou ja, wie weet voor degene tot morgen. En anders tot volgende week woensdag. Dan ben ik er hier weer. Doei doei, fijne avond.